ochtend. Ja. Kwart voor acht. Hier is Showbiz Bart. Hey Bart, goedemorgen. Dag lieve schatten. Gelukkig nieuwjaar. Ja, dankjewel. Dankjewel. Schatten, zeg. Ja, ik ben wel blij om jullie terug te zien. Ik ben altijd blij als ik een paar weken van jullie vanaf ben, maar ik ben ook... Ik ben nog altijd gelukkiger als ik jullie terugzie. Ja, heel absoluut. Oh, is het goed. Hoe was je vakantie? Zot gedaan? Ja, ik heb eigenlijk mijn publiekelijk leven een beetje op een laag pitje gezet. Ik heb het rustig gehouden. Ik heb vooral mij thuis bezig gehouden met... Ja, dat willen we niet weten. Ik ging zeggen taarten bakken en zo. Is het echt? Ja, maar zo wat familiale toestanden. Hè. Zo hoort dat met huisvrouw kerst speelt. Ja, zoiets. Behalve gekuist, dat heb ik niet gedaan. Ja. Maar ik heb toch nog wel een paar andere dingen gedaan. In die eindejaarsperiode hoort natuurlijk de eindejaarsconferentie van Geert Hosten. Hè. Ah, ja, dat, ben je naartoe geweest? Ik ben daar naartoe geweest, ja. Dat is zijn twintigste al. Ze heet ook XX20. Maar ik weet niet, zijn jullie al eens gaan kijken naar ja, zijn zaalshow? Ja, ik ga altijd kijken, maar ik was in de vakantie wanneer het echt wordt opgenomen. Ja. Zat ik in het buitenland, dus ik kon er niet Maar bij. Dus je bent niet naar de opname geweest? Dat was mijn eerste keer. Dus ja, je weet, Geert Hosten maakt zijn zaalshows, maar zenden ze ook uit op televisie. Mm-hmm. En die worden opgenomen, ja, echt zo vlak voor oudjaar, op 30 december was het. En goh, dat is niet alleen zijn show, dus wat hij doet, wat wordt opgenomen, maar ook natuurlijk het publiek. En dat maakt het zo bijzonder. Dus ik mocht eigenlijk naar die televisieopname en daar worden ook heel veel shots genomen van het publiek dat lacht. Ja, maar daarover gaat het niet. Het was zo grappig. Het was echt de allereerste keer dat ik dat deed. En ik moet zeggen, ik zat daar met een beetje zo zenuwen in de zaal. Want ja, je weet dat je wordt gefilmd constant, maar je weet natuurlijk niet wanneer. Dus er staan overal camera's en dan denk ik zo van, oké, ja goed, als het nu over de politiek gaat, dan zullen ze wel Maggie de Blok nemen of Ivan de Vadder of zo, maar als hij dan zo bij het lichtere genre kwam, dan dacht ik van, oeh ja, nu maak ik misschien kans. Ik zal toch maar zo nog wat extra lachen. Wat extra lachen. Maar echt waar, na een kwartier was ik het echt vergeten. Het is waar hoor, want je wordt zo meegesleept in die show en ik dacht al... Maar ben je nu in beeld geweest of niet? Ja. En bij ja. welke mop? Ik denk dat het iets was over Astrid Bryan. Ja, en, lichtere bij genre. Leslie Ann Poppen in ja, beeld geweest. Bij, ja, voilà, inderdaad. Ja. Zeg, en krijgen jullie specifiek die plek? Is dat genummerd? Ja, ik denk dat ze wel weten wie waar zit. Hè. Ja, dus we hebben een voorbehouden plaats. Dus, Maar ik vond het heel fijn, want het was ook mijn eerste keer dat ik een echte show van hem live in een zaal zag. En ik vond zijn shows op televisie altijd leuk, maar in het theater is dat toch anders. Ja. Dus echt een aanrader voor volgend jaar, zit het dan maar in je agenda. Tickets zijn zo snel uitverkocht altijd. Ja, je moet echt heel snel zijn. Het is shows het meer, is zo ja, nog toffer in de zaal. Het is echt meeslepend. Heb je nog iets anders gedaan waar je in beeld bent geweest, of niet? Nee, niet in beeld, maar bij de eindejaarsperiode horen altijd zo dingen als The Sound of Music. Hè, dat wordt zo ieder jaar nog eens uitgezonden. Maar ook Annie. Ja. Zo die film Annie, dat komt ieder jaar wel eens op televisie. En dit jaar was het ook live in de zaal. Ik ben in de zaal gaan kijken. Annie, de musical Annie, dat ken je toch. Tuurlijk, die kleine meisjes zijn hier nog, inderdaad. Ja, dat is juist. Toen allemaal met hun pruikjes op. Werd gekozen. En het was een spannende voorstelling eigenlijk gewoon omdat de dag voor de première, dus tijdens de try-out, is er echt iets misgegaan. Want Mark Thijssen, dat is de acteur die dan de rol van Daddy Warbucks speelt. Ja, inderdaad. Die is tijdens de voorstelling van de try-out is die door zijn knieën gegaan of zoiets. Die heeft een spierscheur opgelopen. Is tijdens een voorstelling echt afgevoerd. Zijn understudy is moeten opgaan. Hij is dan naar het ziekenhuis gebracht. Dus het was echt wel heel spannend of hij de première ging spelen. En dat heeft hij dan gedaan, maar met een stok. En ik had dat echt niet door. Ik dacht, dat personage loopt met een stok en plus achteraf hoorde ik wat hij allemaal had meegemaakt. Ik vond dat toch wel. Ik vind dat chapeau. Ja, maakt zo'n spannende dingen mee. Een beeldgroep bij een Leslie aan poppen en iemand met een stok zien lopen. En vrijdag komt hij nog eens in beeld, hè, want hij gaat weer dansen, een stukje dansen bij Stemmen op de dansvloer. Blij. Ik mag nog eens 30 seconden de dansvloer op. Ik ben heel, heel blij. Oh, heel tof. Ja. Ja. Doe dat goed. Oh, wel, ik ga mijn best doen. Ga niet door je knieën, vriend. Nee.